Toen ik deze zag, dacht ik echt van... Yo, dit kan niet, man. Dit kan niet, man. Wat is dit? Dit is dus... Jongens en meiden, het is vandaag een heerlijke zonnige dag. En deze zonnige dag wil dus ook zeggen dat jullie mij hebben genomineerd voor de Vida Awards 2 keer. En daar wil ik jullie heel erg voor bedanken voor de beste mannelijke YouTuber en de beste vlogger. Dus als je nog niet op mij gestemd hebt, ga dat dan zeker doen op het linkje in de beschrijving. En ja, dat zou echt super vet zijn als ik een award dit jaar wel kan winnen. Oké, je hebt jezelf nu al genoeg gepromoot. Zo, doe eens even rustig, jongen, ouwe lullentrekker. Maar jongens en meiden, welkom weer terug bij een nieuwe video. Ik hoop dat jullie er vandaag weer hartstikke veel zin in hebben. Want het is dus vandaag ook een lekker zonnig dagje. Maar je zit wel deze video te kijken. Dat maakt eigenlijk helemaal niet uit. Want ja, hey, de dag wordt nog leuker als je mijn video kijkt. Maar laatst had ik dus een heel goed gesprek met een meisje. Want ja, natuurlijk, ik ga wel eens om met meisjes. Ik ga niet alleen maar om met een meisje. Ik heb een zus, ik heb een vriendin en ik heb een moeder. Dat zijn de enige 3 vrouwen die ik ooit heb gesproken in mijn leven. Maar we hadden het dus over rare dingen die vrouwen gebruiken. En toen kwam er dus ineens een briljant idee van wow. Is this shit even real? Bestaat dit echt? Gebruiken vrouwen dit echt? Dus ja, ik kwam toen met het idee van... Hey, ik ga dingen laten zien waarvan wij jongens niet weten dat vrouwen deze gebruiken. Of trouwens, hey, zou je eventjes de video kunnen liken? Zou heel nice zijn. Ja, 20.000 likes of zo, ja... Doe maar, joh. Oké, maar jongens en meiden, ik wil jullie eigenlijk gelijk al met het eerste gaan lastigvallen. Of tenminste, meiden, let op. Gebruiken jullie dit soort shit wel of niet? Ik heb het nog nooit gezien. Dus ik weet het niet of het echt zo is. En jongens, ik wist het ook niet, dus... Als je dit plaatje ziet, dan denk je natuurlijk echt van... What the fuck is dit? En dat dacht ik dus ook toen ik het voor het eerst zag. En ik dacht echt van... Huh? Stopt deze vrouw nou gewoon een BH voor de gezicht? Oké, ik heb dus eventjes in de la van Melanie zitten graaien. Ik hoop dat deze schoon is. De emergency bra. Je steekt deze over je hoofd heen en je gebruikt hem zo. Gadverdamme. Je gebruikt hem dus als een gasmasker. Zo, mijn ogen gaan er gewoon van tranen. Ik hoop dat die schoon was. Dit is een uitvinding blijkbaar ooit geweest van iemand die dus tegen vrouwen heeft gezegd van je kan dit gebruiken als een gasmasker bijvoorbeeld als er dus ooit brand is ontstaan in je huis. Ah, thanks voor de tip, man. Nice. Nou, dan komen we bij het volgende plaatje. En er staat hier dus bij, met dit lapje heeft geen vrouw meer last van een kamelenteen. Oké, ik weet niet of je dat ooit wel eens gezien hebt. Als een vrouw bijvoorbeeld iets straks aan heeft, dan zie je hier zeg maar zo... hoe ga ik dit in godsnaam nadoen? Oké, laten we het zo zeggen. Je ziet hier zeg maar de vormen van iets. Ja, en wat zit hier? Ja, dat mag je zelf raden. Oké, ik ben pas bij nummer 2 en ik vind het nu al een fucking vage video worden. Maar met dit lapje heeft een vrouw daar dus geen last van. Dus dat douwt ze gewoon in de broek. En dan zie je blijkbaar dus niet meer dat haar vagina daar zit. En dat is dus eigenlijk de oplossing tot alles... Als een vrouw daar last van heeft. Ik wist niet dat dit bestond, maar het bestaat dus echt. En er zijn dus inderdaad vrouwen die dit soort shit gebruiken. Ik vind het niet heel raar. Ik vind het nog best wel normaal dat dit bestaat. Want ja, dit is gewoon eigenlijk wel netjes. En je hoeft het alleen maar gewoon in je broek te douwen. En ja, dan heb je daar geen last van. Het is zo vaag. Neem eventjes de tijd om te kijken naar dit plaatje. Neem heel eventjes de tijd om te kijken naar dit plaatje. Want ik zag ook niet wat het was. Ik dacht... Huh? Is dit nou gewoon een krabber, zeg maar, om aan je tiet te krabben als je daar jeuk aan hebt? Of zoiets? Is dat het? Nee, vrouwen kunnen dit dus gebruiken om hun borst te klemmen. Ik snap eigenlijk nog steeds niet waar de fuck het dan voor is eigenlijk. Waarschijnlijk is het zoiets van, je klemt het in je BH, zodat hij niet aan de zijkant hier zo uit je BH flubbert, zo van, dat hier je tiet er half uitvalt. Yo, ik kan niet eens over deze struggles praten, ik ben een jongen, ik weet niet eens of dit echt zo is. Misschien hebben vrouwen hier wel helemaal geen last van, en... Oké, ja, jongens en meiden, vooral de meiden eigenlijk, gebruikt iemand van jullie dit? Ik ben echt benieuwd naar de comments van deze video van, yo, zijn er mensen die dit soort shit echt gebruiken? Het eerste, als je dit ziet, dan denk je misschien van, wat, wacht. Dit wordt een vies verhaal. Dit wordt een vies verhaal. Maar het is dus hiervoor. Kijk, eerst lacht het meisje dus zo. En als ze dus dat ding in haar mond stopt, dan lacht ze zo. Oftewel, het zorgt ervoor dat een vrouw een bredere lach krijgt. Kijk, wat je er ook maar voor kan doen om knapper te worden. Eigenlijk kunnen mannen dit ook gewoon gebruiken. Hey, yo! Ah, ik vind het maar heel raar. Ja, in ieder geval, laten we doorgaan naar de volgende.
Oké, what the fuck is dit? What the fuck is... Dit is gewoon een soort van push-up BH, maar dan voor je bibs. Hier zit niet je bibs. Dus dit is zeg maar, je kent vrouwen die dragen natuurlijk push-up BH, zodat de borsten wat groter lijken. Maar dit is dus inderdaad voor je kont, zodat het lijkt alsof je een grotere kont hebt. Dus dit is gewoon een broek, die kan je opla... Wow, stel je voor, je slaat ineens op de kont van een meisje, wat je eigenlijk niet hoort te doen. Wees een gentleman. Maar je slaat op de kont van een meisje en je voelt ineens gewoon een luchtzak die je zo ineens in slaat. En je denkt van... Je kan ook gewoon een kussen in je hol stoppen of zo. Toen ik deze zag, dacht ik echt van... Yo, dit kan niet, man. Dit kan niet, man. Wat is dit? Dit is dus... Dit is ondergoed voor je voeten. Ik heb dus echt geen idee wat dit voor nut heeft. Dit is dus blijkbaar om je voet gewoon warm te houden. Maar, weet je, kijk, we leven dus zeg maar in 2018. En er zijn al zo'n duizenden jaren sokken uitgevonden. Die ook je voet warm kunnen houden. Of weet ik veel. Ik weet niet of jouw voet plast of zo. Of dat jouw voet misschien poept. Dat er poep uit je voet komt. Dat je daarom ondergoed moet dragen. Ah, ik ga deze shit gewoon zelf doen. Let op. Oké, kijk. Dus, ja. We hebben de teen die er doorheen steekt. Heel charmant dit. Ik weet niet wat de fuck ik aan het doen ben. Maar ik... ik ben dus mijn sokken aan het kapot knippen, jongens en meiden. Oké. Dit is wat er overblijft. Het moment van de waarheid. Oh mijn god. Oh mijn god. Kijk dan. Oké, dit is het verschil. Je moet het eigenlijk serieus voor de grap zelf eens uitproberen. Het zit niet verkeerd. In de zomer of zo. Het ziet er ook gewoon zo uit. Waarom zou je dit dragen? Ja. Mooie vrouw, laat ik het zo zeggen. Ik vind het een zeer mooie vrouw. Maar... Huh? Waar is dit voor nodig? Ik bedoel, dit is dus een borsthouder. Deze zet je in je... Tussen je tieten. Ja, ik kan het niet voordoen, want ik heb geen tieten. Dus ja, sorry. Ik bedoel, hè, weet je, het is een beetje moeilijk voordoen dit. Maar je legt het dus tussen je borsten. Je gaat op je zij liggen. En dan blijven je borsten dus gewoon recht. In plaats van dat ze over elkaar heen vallen. Hoe gaat het bij vrouwen? De borsten vallen over elkaar heen dan gewoon, toch? Ja, ja. Zo van, oh, ja, mijn borsten liggen schuin als ik slaap. Nee, want dat maakt niet uit. Ik bedoel, het maakt je echt niet onaantrekkelijker of zo. Ik zeg nu wel de hele tijd dingen over dat dit allemaal onzin is. En dat ik allemaal denk van, wat is dit allemaal voor rare shit? Dat vrouwen kunnen gebruiken. Maar misschien heeft het echt letterlijk wel allemaal hele goede functies. En zit ik nu zo alles helemaal af te kraken. En dadelijk is het gewoon allemaal hartstikke nuttig. En gebruiken jullie het allemaal. En zit ik hier zo van... Fuck. Ja, jongens en meiden. Dit waren dus de dingen die... ja, vrouwen wel eens gebruiken. Of niet, jongens. Ja, jongens en meiden, in ieder geval, ik wil jullie bedanken voor het kijken in deze video. Laat eens achter of je deze producten wel zelf hebt gebruikt. En misschien gebruiken de jongens deze shit ook zelf wel. Ik heb nog steeds de sok aan. Ja, heel charmant. Het zit nog steeds gewoon kut eigenlijk. Ik heb het al de hele video aan. Maar, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Nog even zo'n blauw duimpje als je dat niet gedaan had. Ik ben dus heel benieuwd of misschien jij of je moeder of weet ik voor wie je oma het ooit gebruikt heeft. En dan zeg ik nu... Later.